Gijs Rozaar is een vleesverwerkend bedrijf. En onze klanten zijn dus keukens van horecazaken, maar ook grootkeukens van ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen. We zijn een bedrijf dat zeer digitaal minded is en op een zeer digitale manier werkt. We hebben een online bestelplatform. We zijn onlangs aangevallen geweest door een cyberaanval. Ik noem het een brute force attack, was het volgens onze IT-mensen. Een brute force attack, dat betekent dus dat we aangevallen werden door een externe partij om in te geraken in onze servers. Men heeft dat 3 maanden geprobeerd. Finaal gezien is dat gelukt voor hen, waardoor dat onze volledige productie volledig ons systeem plat lag. De mensen van de IT hebben dat ontdekt doordat er machines begonnen stil te vallen. En het stillen vallen van die machines was zodanig opeenvolgend dat men, dus onmiddellijk van die IT-dienst, heeft men alles stilgelegd van die servers. Men heeft ervoor gezorgd dat die backups die er waren bewaard werden, dus dat deze ook niet geëncrypteerd werden. Men heeft dus die voorzorgen genomen en men heeft onmiddellijk dus onze verzekeraar aangesproken om te zien wat dat we dus moesten ondernemen. Van Breda heeft reeds heel wat ervaring opgebouwd in schaderegelingen binnen cyber. Er is 1 rode draad in elk schadedossier. Dat is dat je heel kort op de bal moet spelen. Dus ook voor de Keizer Rossaar hebben we dat gedaan. Toen Johan ons contacteerde, hebben we die direct in contact gesteld met enkele externe partijen. En er is een Nederlands IT-bedrijf, een gespecialiseerd IT-bedrijf, ter plaatse gekomen. En heeft de klant en de werknemers die gespecialiseerd zijn in IT geholpen om eerst alles te gaan afbaken en te zien wat er precies gebeurd is. En op de dag zelf heeft men directe bijstand verleend. En ook nadien zijn er een aantal dagen heeft men de klant verder opgevolgd, totdat eigenlijk alle schade achter de rug was. De schade was enorm. Je weet, Fortuyn komt bestelling binnen, klanten kunnen niet meer bestellen, wij kunnen niet meer produceren, we werken just in time en daar sta je dan met een totale productie. Dus alles valt stil. En dat is een enorme schade die je niet kunt gaan berekenen. Dus 130 mensen die zonder werk vallen, klanten die je niet meer op tijd kunt gaan bedienen, is een enorme. Dat loopt in de 10.000 euro's, dat moet je gaan beramen. We hebben uiteraard nog extra geïnvesteerd. We waren er iets heel goed beveiligd, maar we hebben dus een 2-lagen notificatie aan toegevoegd. We hebben een VPN aan toegevoegd en we hebben ook onze servers afzonderlijk opgedeeld. Dit komt alleen maar ten goede van onze klanten die vlot kunnen bestaan via ons systeem. Bedrijven sluiten de beste cyberverzekering af omwille van een aantal zaken. Eerst en vooral het basispakket aan policen, zoals we het alle dagen al gekend hebben, gaande van brand tot alle risico's elektronica en zo verder, biedt onvoldoende dekkingen voor de risico's die je dag van vandaag als bedrijf tegenkomt. We evolueren alle dagen en de digitale risico's komen er eenmaal bij. En die zijn niet afgedekt in een basispakket zoals we nu kennen. Enkele cyberpolice kan daar een sluitend antwoord op geven.